Drukkers aan Zee is het nieuwste en alweer 15e boek van Henry Drost. Burgemeester Ina Scherps ontving een van de eerste exemplaren. Henry Drost weet van geen ophouden. Het boek gaat over de Harlinger stadsdrukkerijen, de uitvinding van de boekdrukkunst en het grafisch erfgoed in Nederland. Kortom, onderwerpen die Henry nauw aan het hart liggen. Ja, dat klopt. Er is natuurlijk in Harlingen heel weinig bekend over de geschiedenis van de drukkerijen in Harlingen. In 1780 is er al een boek verschenen, een bekend Nederlands boek, wat in Harlingen gedrukt is bij een verre voorloper van ons bedrijf. En dat is toch wel heel bijzonder, maar er zijn in Harlingen een stuk of 10 drukkerijen geweest die bijna allemaal verdwenen zijn. En om dat een beetje bekend te maken, daar hebben toch heel veel mensen en Harlingers hun vakmanschap en hun leven ingelegd om daar te werken. En dat is toch wel heel bijzonder. Het boek bevat veel historische foto's en illustraties. Ik vraag aan Henry hoe hij dat allemaal heeft verzameld. Er komt heel veel uit mijn eigen archief. Er zijn heel veel foto's, die heb ik natuurlijk zelf gedaan. Ik heb ook het fotoarchief van mijn vader, oorlogsherinneringen. Die negatieven heb ik opnieuw gevonden en ingescand, waardoor je een hele hoge kwaliteit hebt die eigenlijk voorheen niet bestond. En daar staan vrij veel foto's over de oorlogsgeschiedenis, ook in de krant, in het boek. In het boek een mooi overzicht van de turbulente geschiedenis van alle grafische technische ontwikkelingen. Daarbij zijn de laatste jaren veel kranten verdwenen en leest men vaker van een tablet of computer. Is er nog wel toekomst voor de papieren krant en het boek? Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat dat altijd blijft. Maar er is inderdaad, zoals je zegt, heel veel veranderd. Toen ik op de grafische school zat, leerde ik letters zetten met lode letters, handzetsel. En daarna op de Kleine Voorstraat is de Harlinger krant gedrukt van loodzetsel. In de jaren 60, 70 is dat langzaam veranderd. Toen is er overgestapt op de offsetdruk, wat een hele andere techniek is. Toen werd de krant niet meer met lode letters opgemaakt, maar werd er geplakt en gefotografeerd. Clichés die voorheen apart moesten worden gemaakt, die hoefden dan niet meer. Want je kon zelf foto's rasteren en in de papiermontage plakken. Daarna is de hele papiermontage is in feite ook verdwenen en is overgeschakeld op de DTP. Waardoor dus de kranten nu helemaal op computers worden opgemaakt. Ook het drukwerk. En dat is een hele verandering geweest. Henry besteedt ook aandacht aan de Harlinger Courant, die inmiddels 175 jaar bestaat. Gedrukt bij Flevodruk, een familiebedrijf. Hoe uniek is dat? Ik denk dat dat vrij uniek is. Als je teruggaat in de tijd, is de Harlinger Courant zelfs een van de oudste nieuwsbladen in Nederland. En het is in ieder geval het oudste nieuwsblad in Nederland, wat in de plaats zelf altijd is gemaakt en gedrukt. Heel veel kranten bestaan ook nu nog. Er zijn nu ook in Nederland nog zeker een 100, 150 tal nieuwsbladen en huis- en huisbladen. Maar die worden bijna allemaal door uitgevers elders gedrukt. In Nederland zijn er meerdere musea over de geschiedenis van de drukkunst. Dat klopt, ze zijn zelf in opkomst, ze hebben het een tijdje heel moeilijk gehad. Er was een uniek grafisch museum in Etten-Leur, wat heel mooi is, wat er ook nu nog is. In het Friesland heeft zelf een grafisch museum, in Jouren. In Meppel is een heel mooi grafisch museum waar heel veel erfgoed wordt bewaard. En sinds een aantal jaren is er een heel mooi grafisch museum met heel veel materiaal in grote gast. En dat museum is nog een opbouw, maar dat is zeker een bezoek waard. Komt er na dit 15e boek ook een 16e boek? Nou, dat weet ik echt nog niet. Ik ben toch hartstikke jong, dus ik ga nog wel even door. Maar wat is nog niet bekend. Maar er komt vast nog wel het een en ander in de toekomst uit. Burgemeester Ina Scherps is onder de indruk na een eerste vluchtige blik. Hartstikke mooi en ontzettend knap dat je dit allemaal zo in zo'n hoog tempo en prachtige kwaliteit doet. Want ik kijk er nu al even in, het ziet er weer echt schitterend uit. Henry is trots op het drukkersvak. Alweer een mooi stukje geschiedenis, ook Harlinger geschiedenis, in tekst en foto's vastgelegd. Daarvoor alle complimenten. Henry, gefeliciteerd.
Nou, dankjewel. Ik vind het laatste boek, ook druktechnisch, ziet het er heel mooi uit. Er zijn nieuwe technieken toegepast. En het is een gebonden boek, wat ook professioneel, net als vorig, bij een uitgaafbinderij heel mooi is gebonden.